Hoe was jouw gezinssituatie toen je een kleine jongen was? Ik woonde in Oostrad, een klein dorpje naast Breda. Daar heb ik gewoond tot aan mijn 15e, samen met mijn moeder. En met mijn twee broers, een broertje en een zusje. Vanaf mijn 15e ben ik verhuisd naar Almere. Daar ben ik gelijk begonnen met het kickboksen. Was het voor het eerst ook? Of was je daarvoor ook bijvoorbeeld net zoals zelf jongens als kind zijn en met judo zijn begonnen? Of was het eigenlijk out of the blue in één keer met kickboksen? Het was out of the blue. Ik ben wel altijd sportief geweest. Ik heb gevoetbald. Ik heb gebreakdanced, basketbald, freerunnen. Poppen en locking en een headspin. Was je goed? Yes. Breakdance, echt basic. Voetbal, ja, ook best wel basic. Hey, en wanneer kwam je erachter dan met kickboksen dat je echt talent had? Nou, toen ik 15 was, toen nam mijn neef me een keer mee naar zijn training. Toen dacht ik van, ik wil hier niet weg. Ja, ik ben sindsdien eigenlijk altijd gewoon gebleven. Ook gebleven bij dezelfde gym. Ja, want je bent eigenlijk al vanaf kinds af aan, ben je eigenlijk altijd al bescheiden geweest qua karakter. Heb je nooit ergens echt voor moeten vechten? Of juist wel, dat je daardoor meer humble bent? Jawel, ik heb vroeger toen ik, even kijken, zo ongeveer 10 zo was, toen had ik wel altijd van die woede aanvallen. En ja, in Oostrad had je ook niet echt veel donkere jongens. Dus ja, ik werd altijd wel gewoon gepest en zo. Degene die mij pestte, daar vocht ik bijna elke dag mee. Oké, dus ja, maar goed. Ja. Dus dat heeft best wel een impact gehad, denk ik. Ja. Het heeft me wel eigenlijk gemaakt, hoe ik nu ben. Maar het heeft me ook, het kickboksen zelf heeft me ook gewoon rustiger gemaakt, zeg maar. Ja. Dus eigenlijk was vechtsport wel een oplossing om daar beter mee om te gaan? Het was een uitlaatklep, ja. Het was zeker een uitlaatklep. Ja. Maar we even gaan kijken naar highlights van jou. Yes. Dus kijk mee. Over de highlights. We gaan het even hebben over je stijl. Hoe zou jij je eigen stijl omschrijven? Ja, ik ben technisch. Ik heb uithoudingsvermogen. Ik werk af en toe nog wel te veel enkel. Hoe bedoel je dat? Bijvoorbeeld bij mijn laatste partij heb ik het ook een paar keer gedaan. Maar ja, dan geef ik hem bijvoorbeeld. En dan denk ik net van, ik moet nog een opkomen komen, zeg maar. Te veel single technieken, je doet geen follow-up, zeg maar. Juist. Ja. Explosief. Springen, vliegende knieën, onvoorspelbaar. Laten we even vragen aan de heren. Sam? Ja, ik vind ook een beetje onorthodoxe stijl. Je kan van alles verwachten op het moment dat jij tegenover jou in de ring staat. Inderdaad heel erg atletisch, heel bewegelijk. Inderdaad wat jij zegt over die enkelvoudige technieken, dat zie ik dan ook wel. Je wil het allemaal heel erg goed doen. Af en toe vind ik je een beetje te netjes zelfs, weet je. Met die enkelvoudige technieken, je kijkt heel goed. Je bent heel geconcentreerd bezig om te kijken. En doordat je zo goed kijkt, heb ik het gevoel dat je af en toe wel eens wat mist. Ja. En omdat je dan, je ziet het gaatje wel, maar dan doe je het toch. Weet je, en dat zegt al genoeg. Je doet het toch. Want dan ben je al te laat eigenlijk. Weet je, maar toch. Ben je daarmee bezig als vechter? Hoe het eruit ziet? Hou je daarmee bezig of is het gewoon slopen? Ik kan me voorstellen dat je gewoon wil. Ik denk niet dat dit gaat over hoe het, dat dit gaat over hoe het eruit ziet. Maar dit zijn gewoon de momenten die komen. Ja. En op het moment dat jij een moment ziet, dan bam, moet hij erop zitten. Dat is je timing. Ja. En dan soms zit je misschien op timing net een stukje ernaast. Dat je weet wat er moet komen en dat je het niet doet, omdat je gewoon net een fractie te laat bent. Ja, en Nesto, je klinkt ja? Ja, nou, ik heb je een aantal keren, volgens mij heb je hele goede rechtsen. Zowel de cross als de directe. En ik zie je dan de stoot maken, maar je mist. Terwijl je wel goed kijkt.
Nou, ik denk dat die coördinatie wel goed is, maar ik denk dat je gewoon twijfelt. Je moet stoppen met twijfelen. Je moet gewoon bam gaan. In hoeverre is die coach dan weer belangrijk die hem op dat moment snel op tijd meegeeft? Nou, zou dat dan voor hem beter zijn? Nou, een coach kan daar belangrijk in zijn, maar een coach kan aangeven in de pauze van hey, dat moment heb je gemist. Zorg dat je het volgende moment wel pakt. Dat zou een coach kunnen zeggen. En ook uitlokken. Uitlokken. Kijk, op het moment als jij ziet dat je net iets te laat bent, dat weet je. Dan ga je gewoon die situatie nog een keer proberen her te creëren. Door hetzelfde stapje te maken, gaat hij hetzelfde reageren. Je weet ondertussen hoe hij reageert, dan moet je voor zijn. Ja. Want die timing, die heb je gewoon goed. Die timing met zeker die rechts. Ja, ik heb het een paar keer gezien. En dat is echt gewoon een kwestie van dit, weet je wel. En dat zit er echt iets van, nou, het zit er gewoon, weet je wel. Je moet het alleen gewoon die fractie van die tel moet je gewoon even aanpassen. Ja. En dan zit hij er wel op, want dat heb ik wel gezien. Daar ben je gewoon heel goed in. Bijslijpen door de legendes. Kan nooit kwaad, toch? Nee, zeg, is alleen maar geweldig. Ik keek altijd naar K1. Altijd ook naar hun namen opgekeken. En ja, ik heb nooit verwacht dat ik nu eigenlijk naast... dat ik ooit naast zou zitten en gewoon over mij zou praten. Ja. Ja, één van de 8 finalisten. Bij deze. Keihard. Ja. Laten we even gaan kijken naar de breakdown en dan zijn we zo weer terug. Breakdown. Op de red corner. Goeie Clive Brunswijk af. Clive Brian Dallas. Brunswijk ken ik eigenlijk niet. Ik heb wel van hem gehoord, maar ik ken hem niet zo goed. Ik ken hem ook niet zo heel goed. Ja, maar ik weet wel sterk, dat, jongen. Het wandelt. Ja, precies. Ja. Hij is sterk. Volgens mij moest je invallen, volgens mij. Oh, oké. Okay. Ja, dan kan het conditioneel misschien een verhaal worden. Allebei rechts voor staan. Ja. Ja. Ja, dan past het zich misschien. Ja. Hoog gesloten dekking. Deze snel weer de handjes terug naar het hoofd. Ja, en die Brian is een goede bokser, dus ja, ik denk precies. Dat hij gaat niet wisselen. Waarschijnlijk heeft hij zich aangepast aan Clyde. Ja, die heeft er goed uit. Ik heb een toernooi ook, moet gewoon punten maken, is belangrijk. Zeker een toernooi. Nou ja, geen blessures oplopen. Ja. Hij springt steeds die knie erin. Dat is toch vervelend, toch? Dat is vervelend, maar het kost ook heel veel energie. Ja. Maar goed, voor het publiek is het leuk. Voor de jury misschien ook. Dus wat dat betreft moet hij dat vooral zo blijven doen. Ja, het is wel iets meer agressiever momenteel. Ja, en nu ook. Ze wachten eigenlijk nog steeds wel af. Hoewel Clyde nu wel wat meer... Kom je een trapje erbij, ja. 2-3 stootjes trapje erbij. Gaat nagaan wel door. Goed, hè? Ja. En hij blijft wel naar voren. Hij is toch wel de man die het meeste naar voren blijft bewegen, wat ik zag. Ja, allebei Clyde vind ik iets meer weg. Iets meer. Wilde hoeken van Clyde. Kost heel veel energie, maar hij kan het hebben. Oh, wel een leuke partij. Ik ken hem niet echt, maar... Ziet er goed uit. Hoes. Vanuit de breakdown hier nog steeds bij The Punch in de studio met Clyde en natuurlijk ook Sam en Ernesto. De verwachtingen voor jou bij de Final 8, hè? Ervan uitgaan, want daarom zit je natuurlijk, dat je van Sam gaat winnen. Ja. Tegen wie zou je graag dan de volgende partij willen? Eerlijk gezegd, ik blijf het zeggen, het maakt mij echt niet uit. Nee? Nee, het maakt me echt niet uit. Als het nou een Aigoon is, ja, is het kort. Hij is kort, iets korter dan ik. Explosief. Hij is waarschijnlijk veel sterker dan ik. Maar ja, ik heb ook mijn pluspunten. Nou, Clyde, we gaan het meemaken. Ja, zeker. De Final 8 bij World Fighting League en we gaan zien hoe je doet. Yes.